Goedemiddag. De week is weer voorbij gevlogen. Ik heb het idee dat ik hier gisteren nog het vorige filmpje zat op te nemen. Maar het is toch echt weer zondag een week verder. En ik heb jullie weer een heleboel te vertellen. Nou ja, een heleboel op handwerkgebied, verschillende dingen. Maar eerst even deze beker. Ik had een oproep gedaan op Instagram, want ik kwam hem bij de Xenos tegen. En hoe leuk is die met zijn deksel? De thee blijft dan lekker warm. En perfect voor de herfst. Dus bij de Xenos online, voor degene die hem ook zoeken, daar kun je hem vinden. En ze hebben hem ook nog in het geel en het paars. Maar ja, ik vind de rode gewoon veel leuker. Dus die wilde ik even delen met jullie. De theebeker. Dan heb ik voor me een aantal dingen liggen. Want gisteren was ik in het prehistorisch dorp in Eindhoven bij Tineke van het Groene Schaap. Tenminste, zo kom ik daar. Tineke heb ik ontmoet op 4 dit jaar. Ik kende haar niet, maar het is zo'n leuke dame. Zij woont helaas helemaal in Eindhoven. En zij is vrijwilliger al 20 jaar bij het prehistorisch dorp. En gisteren was daar middeleeuwse markt. Dus ik dacht, als we dan toch heen rijden, dan combineren we het mooi met dus die markt. Wat super leuk was, want daar waar ik vroeger geschiedenis echt nul boeiend vond, dat ik echt dacht, waarom moet ik dit leren? Want dit is toch allemaal al geweest? We hebben ervan geleerd. Was het niet mijn favoriete vak op school. Ik haalde het ook nauwelijks. Even jullie iets beter. Dus er was middeleeuwse markt in het prehistorisch dorp. En Tineke was daar ook de hele dag. Zij bemant het grote loopspinnenwiel. Echt een mega spinnenwiel. Zo groot heb ik dat alleen daar gezien. En door het hele terrein waren kraampjes die middeleeuwse koopwaar aanboden. Leerbewerker, mandenvlechten. Dat is echt iets waar ik graag een workshop in zou willen doen. Mijn eigen mandvlechten. Ik wil graag zo'n rugzak van riet. Dus ik heb nu iemand ontmoet die dat kan. En ook heel mooi doet. Met verschillende kleuren wilgetenen. Uiteraard de smid met zijn messen weer. Ik had vorige keer al 2 gekocht, dus dit keer geen mes nodig, maar wel even zijn mooie werk weer bewonderd. Er zat een chirurgijn, kwakzalvers liepen er rond. Een kruidenvrouwtje, die was erg leuk, die zou je zo zien op een filmpje. Die had een grote rugzak om met allemaal kruiden eruit en mandjes en flesjes om zich heen. En ze hielp je van je kwalen af. Dus ze vroeg mij, heb je ergens last van? Nou ja, ik niet. Ik heb eigenlijk zelden ergens last van, of pijntjes, of dat heb ik gewoon niet. Maar mijn moeder heeft last van haar knie. Oh, zei ze. Nou, daar had ze wel wat voor. Dus ze luisterde even naar de klacht. En met name tijdens het lopen, en ze had al een heupenoperatie gehad. Ja, zei ze, nou, daar heb ik wel wat voor. Dus ze deed een mandje open aan haar riem en daar kwam uit een houtje. Ja, zei ze, u zult op een houtje moeten bijten. Dus dat is natuurlijk ook een spreekwoord. Dus mijn moeder kreeg een klein stukje wilgeteen en daar moest ze op bijten. Dat had dezelfde werking als een aspirine en dan zou de pijn gauw weggaan. Ja, en nog veel meer van dat soort dingen. En aflaten, die verkocht allerlei spul om minder lang in het vagevuur te zijn. Hij had prentjes die je kon kopen, die kon je dan bijhouden. En dat kon je jaren in het vagevuur afkopen. Dat ging tot iets van 30 jaar. En hij had ook een schaaf Maria. Dat was een beeldje van ongebakken klei. En dan als je de maaltijd nuttigde, kon je een beetje van Maria eraf schaven. En dan at je dat op. En ja, dichter bij Maria kon je niet komen. Dus de dingen die ze geloofden vroeger. Hè? En dat verkocht hij dus. En ook plaatjes van eetpapier met Jezus erop. Die kon je dan opeten. Wat had hij nog meer? Oh ja, splinter uiteraard van de paal waar Jezus aan genageld was. En van zijn doodskist. Dat wil je natuurlijk ook. En hij had ook een lint, want iedereen geloofde destijds heel erg. Echt heel erg, de kerk was heel machtig. En dat lint was precies 1,72 meter, want zei hij, waarom is het 1,72 meter? Dat was de lengte van Jezus, dat weet toch iedereen? Dus ja, het publiek was van te kijken, ja, dat klopt. En dan geloofden ze dat als je dat lint om de moeilijke plek bond, dus bijvoorbeeld als je last had van je pols, dan deed je hem rond je pols, dan zou de pijn spoedig verdwijnen. Zwangere vrouwen deden het om hun buik, om de baby te beschermen. Ik weet de naam niet meer, hupplepub lint, ledenlint of zo. Maar wonderlijk hoe we dat dus allemaal weten nu. En ook hoe die mensen daar helemaal in hun rol op gaan en dat vertellen. Dus ik heb me erg vermaakt op de middeleeuwse markt in het prehistorisch dorp. Het is vandaag ook nog. En volgend jaar ongetwijfeld weer.
Dus ja, misschien volgend jaar toch maar een museumjaarkaart en wat vaker naar het Archeon en dit soort dingen. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb uiteraard ook wat gekocht daar. En er was ook heel veel gratis. Dat vind ik erg leuk in dat prehistorisch dorp. Dat ze eigenlijk overal kun je van alles doen. Kaarsje trekken, spelletjes. Er was ook heel veel animatie. Dus er liep een nar rond. En een groep met een dief. De dief stal natuurlijk uiteraard overal steeds iets. En dan kwamen de stadswachten in actie om de dief te pakken. Dus ja, het was erg leuk. Wat heb ik nou gekocht? Ik hou van vuur maken, zoals jullie misschien wel weten. Dus een leren buideltje waarin je hierin zit tondel en een vuursteen. Ik kan het wel even laten zien. Ik weet niet of dat blauwe glas echt al in de middeleeuwen er was. Maar in dit buideltje zit een papiertje wat er officieel, denk ik alleen... Nou, het wil er niet uit vandaag. Maar waarom niet? Het zit vast. Hierin zit dus tondel. Dat is een beetje berkenbast. En een beetje katoen wat al tot kooltjes. Verkoold katoen. Daarmee kun je makkelijk vuur maken. Een aanzetstaal. En een vuursteen. Want die heb je nodig. Dan komen er vonken vanaf. Dus dit is het aanzetstaal. En een stukje vuursteen. Ik weet niet of ik het in dit buideltje ga houden, want ik wil hem. Er zit hier een lusje voor aan je riem. Ik wil hem graag aan mijn riem kunnen hangen en misschien wel juist een haaknaald of zo erin kunnen doen. Maar vooralsnog bewaar ik dit erin. Leuk dat ze dat als setje verkopen, ook voor kinderen. Heel erg leuk, dan heb je alles compleet. En dan kun je dus een vuurtje maken. Dus dat in ieder geval. Zo, dan bij de dames van het naaldbinden. Die hadden ook gebreid, want vroeger werd er al gebreid op hele kleine dunne pennetjes. En dit is een tasje waarin je dus je Maria kon bewaren. Of je heilige beeldje, of je afkoopbriefjes, je aflaatbriefjes. Ik heb er iets anders in. Ik heb nog geen aflaatbriefjes, dus ik zal wel eindeloos lang in dat vagevuur zitten. Iedereen met die briefjes heeft voorrang. Maar ik vond de kleurtjes heel leuk. Super schattig. En ik hou van tasjes en buideltjes en dingen waar je iets in kunt opbergen. Maar ik heb dobbelstenen gekocht. Deze zijn van been, bot dus. Nagemaakt, zegt hij. Dus ik weet niet waarvan. Ik hoop bot. Tenminste, dit lijkt wel heel erg op bot. Dit is een hele oude dobbelsteen. Een soort ei-vorm. En daar staan dus ook niet alle cijfers op. Ik zie 5, 3, 4, 2... Dus geen 1 en 6, of dat was misschien als die dan zo rechtop lag. Maar ik vond ze zo schattig. En ik spaar een beetje dobbelstenen. Gekke cijfers, ik heb hier ook een bakje staan. Met, dat moet wel blijven liggen. Met bijzondere dobbelstenen. Deze komen dan niet van de markt. Maar ja, het is wel leuk om er af en toe een spelletje mee te doen. Dus deze had ik nog nooit gezien. Die passen er heel leuk bij. Dus daar heb ik er... twee van. Dan heb ik hier deze. Dat is een gewone dobbelsteen, maar dan op zijn kant gedrukt, waardoor het een ruit werd. Ook uit de middeleeuwen. En de gewone natuurlijk. Nu vertelde die man mij dat in de middeleeuwen, tenminste de dobbelstenen die uit die tijd dateren, zit de 1 niet tegenover de 6, zoals wij dat hebben. Daar zit de 6 tegenover de 5. Dit is dus 1 zoals wij hem kennen, met de 6 tegenover de 1. Maar bijzonder dat dat dus veranderd is door de tijd. Dus de eerste waren anders. Misschien had ik er ook zo een mee moeten nemen. Nou ja, deze heb ik dus en die zitten in dat schattige tasje voor nu even. Ik dacht misschien maak ik hier wel een spelletjestasje van. Want ik zag ook nog een leuk spelletje. Ik weet ook niet meer hoe ze dat heet. Een kasteelmuur of zo. Met een rondje. En dan had je ieder 3 pionnetjes en die moest je op kruispunten neerzetten. En dan moest je proberen 3 op een rij te krijgen. Heel leuk, niet gekocht. Je kan niet alles kopen. Dit komt ook nog. Dat zijn paternosterboontjes die tot zo'n gebitskrans gemaakt zijn. En die witte, dat is dan weer been. En ik vond dit erg mooi. Dus ja, ik weet het nog niet. Ik vond hem gewoon grappig. Daarom heb ik hem meegenomen. Leuke aandenken aan die dag.
En dan ben ik toch de naam van dit kwijt. Ik heb dit bij Tineke gemaakt. Die laat de hele dag demonstraties zien. En die weet zo verschrikkelijk veel over wol. Nogmaals, zij is van het groene schaap. En dan schaap met AE. Zij kan weven, zij kan spinnen, haken, breien. En dus heel veel van die middeleeuwse technieken om dit te doen. Naald binden, band weven, middeleeuws weven. En dit is vivula of zo. Een combinatie tussen weven en haken, geloof ik. Weven en breien. In ieder geval, het heeft te maken met die veetjes. Je kan het met 6 of 8 kleuren doen. Of ja, verschillende kleuren. En dan krijg je dus een riem die ze vroeger ook gebruikte als riem. Of om al die kleding een beetje bij elkaar te houden. Want het bestond voornamelijk uit lappen. Dus ik had 2 kleuren bruin, roze en crème gekozen. En het is nu een armbandje, bijvoorbeeld. Maar dit is heel snel gemaakt. Het is op een plank met houten pinnetjes. En daar span je je draden omheen. En dan ga je met 1 weefdraad op en neer. En nou, dan kun je zo'n leuk bandje maken. Tineke is natuurlijk een prof, dus die heeft allerlei soorten bandjes. Ook heel ingewikkeld. En dat weefpatroon kun je de veetjes de ene kant of juist de andere kant uit laten gaan. Dus ik vind het knap dat ze dat destijds al bedacht hadden. En ook dus met kleuren aan het spelen waren. Dus dat was echt een vermakelijke dag. Mocht je ooit niks te doen hebben en denken, wat zal ik dit weekend nou eens voor leuks ondernemen? Ga vooral naar dat prehistorisch dorp in Eindhoven, want het is echt de moeite waard. Ik vond ook nog een veer. Die neem ik altijd mee als ik ze vind. Dat vind ik erg leuk. Ik zoek de naam even op en dan zet ik het eronder wat dit is. Want bij Tineke op haar blog of website kun je hierover lezen. En het is leuk dat dat soort oude ambachten nog steeds bewaard blijven. Nou, ik heb niet zoveel gewerkt aan mijn groene top. Daar waar ik dacht dat ik wel lekker zou vlotten, was deze week natuurlijk druk ook met het opstarten op school. En ik had de oppashonden en nou, een dag naar Eindhoven, dat slobbert ook behoorlijk wat tijd op. Ik ben inderdaad weer begonnen op school. Nog niet met de kinderen, maar wel met een vergadering. En we hadden nog een teamuitje. En ja, the usual, je moet de bestelling uitpakken van alle schriften en boeken controleren, die was niet goed. Dus we hebben gelijk weer een mail gestuurd. We misten een heleboel. Gelukkig niet alles waar we mee moeten beginnen. Maar toch wel te veel om dat door de vingers te zien. Was leuk om mijn collega weer te zien. Ik vind het altijd een beetje zeker met hem, omdat we zo nauw samenwerken. Een vreemde relatie. Je ziet elkaar iedere week. En dan, we werken heel nauw samen. We gaan ook op kamp samen en dan zie je hem 6 weken niet. Dan spreken we elkaar ook niet. En, dus dat is altijd wel leuk om na de vakantie, dan hebben we even 1 uur nodig om bij te kletsen. Dus ja, dat werkt heel fijn met hem, met Churi. Dus ja, niet zoveel met breiwerk gewerkt, maar wel naar aanleiding van het vorige filmpje. En nam Bien weer contact met me op. Bien heeft echt super tips. Ontzettend lieve dame. En want ik had verteld dat als ik dat topje nou wil passen, dan moet ik er even een langer kabeltje tussen zetten. Zodat ik dat shirtje kan passen, want het is een sluitend shirtje. Toen zei Bien, ken jij niet die snoertjes die je ertussen kunt zetten? Dus dan heb je je breipen, je kabel en je breipen. En er bestaan dus snoertjes, die zet je dan op die breipen, zodat je je breiwerk wat verder uit kunt breiden. En het dan wel kunt aanpassen, dus een tijdelijk verlengstuk van je kabel. Dus zij zei, ik heb er genoeg, ik stuur je er wel een paar op. En toen kwam dit in de post. En hoe leuk dat het in allemaal kleurtjes is. Ik vind deze uiteraard het leukst, de roze. Maar het zijn dus holle kabeltjes. Het lijkt heel erg op Scooby-Doo draadjes. En die duw je op je breipen. Sorry. Dan de andere kant op de breipen. En dan ineens kun je je shirtje wel passen. Ik heb het nog niet geprobeerd, want ja, zoals ik al zei, ik heb niet zoveel gebreid deze week. Ik had het wel steeds mee, maar gewoon niet eraan toegekomen. Ik heb iets anders zitten doen, dat zal ik zo vertellen. Dus heel fijn. Ik heb een voorraadje. Ik ga er een paar in mijn breitasjes stoppen, zodat als het moment daar is en ik moet iets passen, dat ook altijd kan. Dus dat is heel fijn. Super lief, Bien. Dank je wel. Vooral voor de roze. Ja, dat wist je waarschijnlijk wel, dat mijn favoriet zou zijn. Ander handwerkgebied is er een mevrouw Romy, die ik al een poosje volg, van Atelier
Moet ik even kijken dat ik het goed uitspreek. Atelier Droomi of Droomi. Zij beschildert met de hand sieradenkisten en dit soort cones. Hier kun je dus je ringen omheen doen. Ik zal even een voorbeeld laten zien. Want die slingeren bij mij in zo'n bakje. Maar hier kun je ze dus mooi op tentoonstellen of afdoen. En dan blijven ze, raken ze niet kwijt. Dus ze had er een aantal in haar sale verkocht. Maar net deze maat was verkocht. Maar ik vind haar schilderingen zo mooi. Dus ze zei, ik heb zo'n maat nog staan. Ik zal hem beschilderen. En dan kun je hem bestellen. Dus tada, hier is die van mij. Met een mooi oog en een duif en bloemen. Dus hier ben ik heel blij mee. Kan ik mijn ringen weer netjes opbergen. Hij stond hier even, dus nu kunnen mijn ringen er weer omheen. Om jullie te laten zien. Dus ga zeker even kijken bij haar op Insta naar de prachtige schilderwerk. Ze maakt dus ook van die mooie sieradendozen waar je sieraden in kunt bewaren. Dus die wilde ik ook nog laten zien. En verder heb ik natuurlijk die mooie lampenkappen meegenomen uit Zweden. Ik ben er inmiddels wel achter dat als ik dat wil haken op de Erzebet-methode, ze omhaken, dan gaat die mooie vorm weg. En dat vind ik wel heel erg zonde. Dus ja, ik heb ze nog niet allemaal gestript van hun stof. Met rechte ijzertjes gaat het best, want dan behoudt de lamp zijn vorm. Dus, maar deze heb ik niet gehaakt. Ik heb gewoon de draad eromheen gewikkeld, omdat ik dit een leuk kleurtje vind. En hierboven ga ik weven, naar binnen en naar buiten. En deze zijn voor het festival 4. Die komen dan in de boom te hangen, lampenkapjes, met weer zo'n treklampje erin. Zodat je licht hebt op plekken waar dat eigenlijk niet kan. Weet je, van die magische plekjes in het bos. Dus daar ben ik ondertussen ook aan begonnen en aan het experimenteren hoe dat nou moet met die kappen met zo'n boog. Dat is even een experimenteerfase en zoeken naar wat werkt. Want ik heb ze juist gekocht vanwege de mooie vorm. Dus ik wil wel dat je dat ook ziet. En zo zonder iets eromheen vind ik ze ook mooi in de boom. Dus misschien wordt dat wel gewoon de oplossing. Dat ik zo'n een groepje bij elkaar hang. En dan zie je alleen het binnenwerk. Dat kan natuurlijk ook. Dus dat heb ik ook nog gedaan. En verder ben ik alleen maar aan het Oya haken. Ik heb er ook één om. Dit is niet groen, maar okergeel met roze bloemetjes. Ook een leuke kleurenwissel, maar vooral veel groene met bloemetjes. Ik kreeg er echt heel veel vragen over vorige week. Dus ik heb een filmpje ga ik toevoegen, waarin je op Pinterest dus kan zien hoe ik zoek. Dus Oya haken en dan ketting en hoe je dan bij die patroontjes komt, want die staan er gewoon. En ik kan jullie even, want hoe leuk zijn ze zo. Kijk, een paar bij elkaar. Ik vind een aantal leuker dan één. Dus ik ben echt een aantal aan het haken en dan in verschillende kleurtjes groen. Dus die hangen hier te wachten. Ook leuk rond de lampenkap, zie ik net. Wat heb je daar nou voor nodig? Het zijn deze klosjes garen, een soort polyester garen. Die heb je in verschillende diktes. Moet je maar even kijken wat je zelf fijn vindt haken. Je kan ze echt overal vinden bij AliExpress en bij Etsy. En als je even googelt op Oya haak garen, dan kom je er zo. Er zijn ook van die kleine klosjes, zoals deze. En ik heb hier ook nog deze van Rico gevonden. Dat is niet echt polyester, maar meer een soort naaimachinegaren, denk ik. Iets dikker wel. Dus, maar daar heb ik nog niet mee geprobeerd te haken. Dat zou ook nog wel eens een kandidaat kunnen zijn. En ik heb, want die grote klossen zijn onhandig om mee te nemen. Dus om een beetje heb ik van wat kleurtjes hier rond oude kegelpennetjes het gewikkeld. Zodat je het mee kunt nemen naar waar je dan ook bent. Dan heb je nog nodig een haaknaald, 0,75, echt super klein. Meer een soort speld is het waarmee je in je vingers kunt prikken. Patroontjes van Pinterest en heel veel kraaltjes. Nou, die kun je online. Dit zijn Miyuki kraaltjes. Verschillende kleurtjes heb ik hier. De ronde, ze bestaan er dus ook recht en cilindervormig. Maar ik gebruik de ronde. En dan begin je met het rijgen van dus eerst je kraaltjes op je draad. Even kijken of ik jullie kan laten zien, want hier heb ik al een stukje geregen. Kijk, je ziet hier bijvoorbeeld een aantal
Misschien hier tegen mijn witte shirtje. Paars, dan groen, dan weer een paar paars, groen, paars, groen. Als je er eenmaal één hebt gemaakt, dan kun je die als leidraad gebruiken. Dus ik begin bij die sluiting. Die zal ik je ook zo laten zien in het filmpje waar je die kunt vinden. Die staat op Pinterest, dat bolletje. En dan zie je dat de ketting bestaat uit steeds groepjes van 3 kraaltjes bij elkaar. Dan komt er af en toe een bloemetje. Dan weer groepjes van 3 kraaltjes. En bij dat, die groene zitten er ook nog blaadjes tussen. Dus je moet het een soort patroontje erin rijgen. Dus ik begin met dat bolletje. En dan doe ik eerst een stukje, steeds 3 kraaltjes. En als ik dan een bloemetje wil doen, dan geef ik, dat heeft, zijn 5 kraaltjes, dan doe ik 5 een andere kleur. Dus in dit geval goud. Dan weet ik straks als ik ga haken, iedere keer als ik die 5 gouden kraaltjes tegenkom, dat moest een bloemetje worden. Dus dan haak je daar een bloemetje van. En dan kom ik weer 5, dus nog een bloemetje. En dan weer 3, 3, 3, 3, 3. En zo krijg je een leuke verdeling. Dus ik heb hier mijn voorbeeldketting, waarvan ik de verdeling goed vind, of leuk. Dus die hou ik aan als ik ga rijgen. Ze zitten graag in de knoop. Deze heeft ook een goede lengte, dus ik begin dan bij het bolletje. Dat is de sluiting en dan weet ik dat, nou, eerst 2 keer 3, dan weer een bloemetje, 2 keer 3 en dan komt er een blaadje. En zo rijg ik hem helemaal. En dan begint het haken. Hier zie je nog een soort lusjesbloem. Dat zijn steeds lusjes met 6 kraaltjes, maar dan 5. Dus dan, dat is dat groepje paars. Hier deze. Een heleboel paarse achter elkaar. Dat wordt dan zo'n bloemetje. En als ik dan aan het haken ben, weet ik als ik die tegenkom van, oh ja, dat moest zo'n bloem worden. Dan weer een blaadje. Daar gebruik ik andere groene kraaltjes voor dan die stukjes met 3 kraaltjes. Zodat je als je gaat haken de verdeling nog weet. Want anders blijf je steeds die 3 maken. Want bij mijn eerste ketting kwam ik erachter. Had ik te weinig bloemetjes gedaan. Zie je? 1, 2. Maar ja, als het eenmaal geregen is, kun je daar niets meer aan doen. En ik vind een groen midden van een bloemetje niet zo mooi. Dus ik dacht, ja, ik moet een manier bedenken hoe ik van tevoren het al goed kan rijgen. En de verdeling een beetje kan aanpassen. Dus dat hielp mij heel erg. Dat ik het midden van de bloemetjes rijg ik een ander kleur kraaltje en dan 5 stuks. En voor de blaadjes gebruik ik ook een andere kleur groen. Zodat ik weet dat moest een blad worden en dan weer 3, 3, 3. En dat werkt heel goed. Dus nu gaat het aan de lopende band. En het is super leuk. Dus dat heb ik ook nog gedaan in plaats van mijn shirtje deze week. En zoals ik weet en vorige week al heb verteld, krijg ik aankomende week heel weinig handwerktijd. Want ja, ik start school op en ga op kamp. Maar ja, wie weet zit ik zomaar ergens langs een zwembad of zo en heb ik wel breitijd en haaktijd. Dus ik neem het zeker mee. Ik rijg ze dan al voordat ik ga, zodat ik niet ook nog de kraaltjes hoef mee te nemen. En dan neem ik ze dus zo mee en dan kan ik hem haken daar waar ik ben als ik even 10 minuten niks te doen heb. Of in de bus of zo, zoiets. Dus wie weet heb je wat aan mijn tips. En nogmaals, Nena geeft workshops met de Oya-armbandjes. Daar kun je het leren. Heel erg leuk. Zij kan je vast verder helpen met bepaalde steken of wat een handige techniek is. Ze maakt geen kettingen, maar wel de armbandjes. Dat is een leuke start als je er niet zelf uitkomt. Dat was het alweer voor deze week. Dus ik hoop dat je weer genoten hebt. En ook als je nog vakantie hebt, dat je laatste week heel erg leuk was. Ik neem jullie volgende week uiteraard weer mee, want ik heb op woensdag een Geert Grote inspiratiedag. Dan komen alle vrije scholen uit Amsterdam samen om het jaar te plannen. En dan, daar zal ongetwijfeld ontzettend veel inspiratie zijn. Dus dan neem ik, hoop ik wat beeldmateriaal te kunnen maken. Dat laat ik dan uiteraard weer aan jullie zien. En ik hoop tot volgende week. Dus heel veel plezier met kijken. Doeg! Alle vragen van vorige week over die Oya gehaakte ketting. Laat ik je even zien hoe ik de ideeën vind op Pinterest. Je gaat naar Pinterest, daar kun je bovenaan op zoeken. Daar tik je Oya en dan
ketting in. Vervolgens op zoek. En dan komen alle ideetjes voor kettingen boven. Daar kun je dan doorheen scrollen. Hier bijvoorbeeld, deze is erg leuk. En als je dan patroontjes zoekt. Kijk, daar staat er rechts een free crochet pattern. Moeten we even kijken of we hem echt kunnen vinden. Nee, het is alleen dat. Dan moet je waarschijnlijk naar haar website toe. Maar goed, hier kun je dus ook, als je bovenaan Oya necklace, in het Engels patroon. En als je zo even zoekt, kom je vanzelf achter een heleboel patroontjes. En dan klik je zo een beetje door. Die zijn ook schattig. Ja, want Turkse dames doen dit dus al heel lang langs van die sjaaltjes. Kijk, hier zie je dus van die uitgetekende patroontjes. In het Japans vaak kom ik ze tegen. Dus ja, je moet of patroon kunnen lezen of het van een tekeningetje kunnen doen. En dit is dan zo'n klein bloemetje. Soms zitten er geen kralen in, maar die kun je er natuurlijk altijd zelf tussen doen. Hier nog meer bloemetjes. Hoe maak je ze aan elkaar? Dus nou, op Pinterest kun je echt een heleboel vinden. Ook als je dan zoekt op Oya patronen. Of patterns. Laten we het even in het Engels doen. Kijk, hier zie je hoe het in Turkije gedaan wordt langs die randjes van servetjes of omslagdoeken. En zo kan je je natuurlijk uren verliezen op Pinterest op zoek naar van alles. Maar ik zal jullie even wat voorbeeldjes laten zien. Nou, hier zie je dus bijvoorbeeld een bloemetje. De ketting is vaak een basis van een sliertje lossen met af en toe drie kraaltjes ertussen. En dan weer een hele ketting lossen. En dan komt er dus een bloemetje. En hier kan je zien hoe ze dat doen. Ze maken eerst de basis, dat zie je bij die tekening bovenaan. En later haken ze daar met een kleur omheen. Hier kan je dan bijvoorbeeld een blaadje zien. Dus bij één zie je dat ze een drie lossen, denk ik, omhoog haken. Later komen de kraaltjes erbij en dan haken ze daar omheen. En hier is het bloemetje wat ik heb gebruikt. Dus bovenaan is een half bloemetje. En dan bij nummertje 5 aan de linkerkant zie je een 1 staan. Dan heb je 5 kraaltjes in het midden. Daar haak je een ketting losse omheen. Kijk, hier 5 kraaltjes. Dan komen er zo te zien losse omheen, boogjes. Dan een steeltje. Dus dan haak je een stukje langs die ketting terug met vaste. En dan later ga je terug. Dat zie je dan hier. Met de andere kleur om bloemblaadjes eromheen te maken. En dat zijn waarschijnlijk allemaal stokjes. Het hoeft natuurlijk niet precies hetzelfde, maar dit is wel het idee van het bloemetje wat ik gebruikt heb aan mijn ketting. Nou, zo heb je natuurlijk variaties hier met kraaltjes in het midden. Zo kun je ook een blaadje maken. En dit is bijvoorbeeld een hele leuke sluiting. Dan krijg je zo'n... Als je bijvoorbeeld druifjes wil maken of kersjes of een bobbeltje of een zaaddoosje, dan kan dat op deze manier. Dus dan moet je, als je de kraaltjes eraan dreigt, daar al rekening mee houden. Dus nou, zoek vooral op Pinterest, daar kun je echt heel veel vinden. En wie weet...
Dit is het prehistorisch dorp in Eindhoven, waar dus middeleeuwse markt was. En ik neem jullie weer even mee wat je daar allemaal kunt zien en doen. Inderdaad, zo'n haas, dat was wel leuk in. Korting op 12 uur en hiermee 7 jaar.
Dus dat schiet er lekker op. Ja, en het leuke voor mij is, niemand weet hoe lang die in het vaagvuur zit. Top verdienmodellen. Ja, misschien is het maar één dag, ook iedereen een hele jaar. Ja. Dat is wel anders. Ja. Ja. De zweedoek van Veronica. En daar is het een afbeelding van. Ja. Nou, want het is juist met het blijkbaar van het terrein dat daar dan weer het gezicht op staat. Ja, dus ja, maar dat is bij die, dat zou met die zweedoek van diamantjes. Allerlei verschillende dingen. Ja, dit is ook heel mooi. Ja. Dus, je hebt een wol zelf. Heb je dat zelf gesponnen? Nou, deze niet. Want normaal spin ik wel altijd mijn wol zelf. Dat is eigenlijk mijn main core ding. Ja? Met tolletjes. Het is een leuke voor jou om te doen, tolletjes. Dat hij zeg maar de schil een beetje stuk maakt. De schil moet je eigenlijk eten of de sappen daarvan. Dus bijtend, zuigend. Ja, zoiets. Ja. Het kan vrij bitter smaken, maar het helpt tegen koortsen en pijn. Oké. Okay. Ja. Nou, dus hoe zullen we nu denken vandaag? Dat is goed. Ja. Veel succes. Eier, een klein pritje. Een bijer, een klein pretje. Ja, hoe noemt een bijer, een man uit Zuid-Duitsland, hoe noemt hij een klein pretje? Ja, Veldhoven komen daar wel soms nogal op geluk, wil je zeggen. Ja, niet per se, maar het is... Oké, nou, jammer. Dank u wel. Buitenom. Ja, dus dat is donkerblauw, donkerblauw. Ja, blauwe, maar dat was net ook. Alleen nu komen die veetjes de andere kant op. Ik ook hoor. Zie je wat ik bedoel? Hier stonden ze zo. Ja. En nu gaan ze zo. Als ik buitenom ga. Ja. Dus ik doe er nog een. Je mag hem vanavond wel proberen. Ja, is weer zo'n plant. Ik ga weer terug naar mijn kant. De sokjes die eigenlijk al inderdaad een halfjaartje gedragen zijn, de roze. Dus ze verveelt op geen moment. Ja, dit is al zacht. We moeten heel het hoekje pakken, dat is de Blue Face Lester. Juffrouw, dit is al de laatste jaren. Ja. Roeleren ook, Roesmeer roleert ook wel eens naar de top hoor. Ja, en Doortje nog wel eens. Oké, waar zit ik? Ik ging heel even bij onze directe buren de vachten aaien, want ik had ik gewoon nodig. Maar ik moet ja, we kunnen ons dat niet voorstellen dat het zo overal in zit. Ja, ze loopt wel even voor even natuurlijk. Weet je er iets van astrologie zelf? Ben je er wel eens mee bezig geweest? Ja. Maar die zien er wel heel erg echt uit. Ja, dat is de jaar, man. 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 Ja
Ik ben een wever en ik ben tot gekomen. Ja, dat is maar heel gezien. Dat doe ik ook niet. Dus daar begint het. Dan moet je heel goed controleren waarom ik gedaan. Ruikt het, Lieke? Ja, ja? Nee, je ruikt me.
vandaag ga ik ook nog van zuurdesemdeeg kardemombroodjes maken. Die ik in Zweden zo lekker vond. Dus nou, hier zie je hoe ik dat doe. Eerst de kom neerzetten. En daar linksboven zie je al de pot starter staan. Die heb je nodig in plaats van gist. Bloem, water en zout. En dan een heleboel kardemom en suiker en met nog een beetje boter. We beginnen met het water. Ik doe 600 gram, omdat ik behoorlijk wat van die broodjes ga maken. Dat doe ik eerst in de kom. Dan gaat er zoveel starter bij als dat ik kan missen. Ik zorg dat ik altijd 1 eetlepel starter overhoud. Die moet je namelijk weer voeren, zodat je genoeg starter hebt voor de volgende keer. Het is een zuurdesem starter. En dan gaat er zometeen nog 12 gram zout bij.